Jong Vitesse kan wel wat succes gebruiken. Het verloor vorige week bij HHC, de week daarvoor bij Kozakken Boys. Maar het begint slecht aan de wedstrijd. Want hier gaat Juri Potjes in de fout. En dat wordt afgestraft door Bas Maurits, de aanvaller van Barendrecht. En dan staat het na 12 minuten al 1-0 voor de bezoekers. Barendrecht op de 7e plaats met 17 punten uit 12 wedstrijden. Maurits passeert heel makkelijk de keeper van Jong Vitesse, Jeroen Houwen. Zo is de openingsfase aantrekkelijk. Paas van Julian Kalor. En hier is al de gelijkmaker van Abiola Daouda. En dat is dan alweer zijn 8e doelpunt in dienst van Jong Vitesse. Staat pas voor de 6e keer in de basis bij Jong Vitesse. Maar scoorde dus al 8 keer. De gelijkmaker valt na 20 minuten. Hier gaat het net naast. En opnieuw is de mogelijkheid voor Maurits. De doelpuntenmaker dus van Barendrecht. Dat wat plaatsen is gestegen op de ranglijst. Na winst op de treffers. En vorige week een overwinning tegen UNA. Volgende mogelijkheid. Goed keeperswerk van Houwen. En dan is er ook gefloten omdat de scheidsrechter heeft gezien dat er hands is gemaakt. Scheidsrechter Bas Annegarren. Nog altijd in de eerste helft. Als Vitesse weer op zoek gaat naar een doelpunt. Nathan, de Braziliaan, ook hij staat in de basis. En daar is de mogelijkheid voor Daouda om zijn 2e doelpunt te maken in deze wedstrijd. Heel veel doet hij niet, Daouda. Maar hij staat wel bijna altijd op de juiste plek. En ook dat is natuurlijk een kwaliteit voor een aanvaller. En dat is hier niet anders. Nathan, Daouda en het staat 2-1. Het doelpunt op slag van rust voor Jong Vitesse. En dat betekent dus voor Daouda, de Nigeriaan, zijn 9e doelpunt. Maakte er al eens 3 tegen UNA. Scoorde ook 3 keer in de wedstrijd tegen GVVV. En nu heeft hij er dus 2 in liggen tegen Barendrecht. 2-1 de voorsprong voor Jong Vitesse halverwege. U zag het is koud op Papendal. Dit is de coach van Barendrecht, Adrie Poldervaart. Die zijn contract met 2 jaar heeft verlengd. Dat is goed nieuws voor Barendrecht, maar dat is dit niet. Want dat is de 3e treffer voor Daouda. Ook in de 2e helft gaat hij vrolijk door met het maken van doelpunten. Want dit is pas de 2e minuut na rust. Zijn 10e doelpunt nu voor Jong Vitesse in deze competitie. En een 3-1 voorsprong voor Jong Vitesse. Dat op weg lijkt naar een vrij eenvoudige overwinning. Maar dan dit moment. Houwen maakt de overtreding op Danny Monster. En dan komt er een strafschop voor Barendrecht. Achter de bal Tim Eekman. En 2 minuten na de 3-1 van Daouda is het verschil weer 1. En staat het 3-2 op Papendal. Maar Jong Vitesse blijft kansen creëren. Hier is Nathan. Die probeert eerst met een stift de keeper uit te schakelen. Dat lukt. En vervolgens maakt hij het heel fraai af met de bal in de verre hoek. De marge weer 2. Dit wat laconiek. Maar dan met buitenkantje rechts. Nog wat laconieker, trefzeker. Nathan de Braziliaan. 4-2. En dan lijkt de wedstrijd toch echt gespeeld in het voordeel van de ploeg van John Lammers. Volgende mogelijkheid voor Jong Vitesse, maar de bal wordt van de lijn gehaald door Jeffrey Aerts. En dus geen 5e treffer voor Jong Vitesse. En de volgende mogelijkheid, maar die wordt goed gepakt door Mark van Splunter. Ook dat had natuurlijk een doelpunt moeten zijn voor Kosuke Ota. De Japanse verdediger die mee op was voor Jong Vitesse. 4-2 en dan is er niet heel veel tijd meer voor Barendrecht om nog iets van deze wedstrijd over te houden. Een schot via de keeper tegen de paal van Melvin Winterberg. Aanval loopt door. Maar ook die bal gaat er niet in. Zo zijn er echt wel mogelijkheden voor de ploeg van Adrie Poldervaart om nog terug te komen in de wedstrijd. Hoekschop dan voor Barendrecht. Vrije trap. En wat kan zijn ploeg dan nog in de laatste 10 minuten van de wedstrijd? Hier is die vrije trap. Verlengd, bijna in eigen doel.
En van dichtbij toch binnengeschoten door Joey Jongman. De aanvoerder van Barendrecht is trefzeker. En zo staat het 4-3 in de 79ste minuut. Weinig overtuigend verdedigd daar door Otta. En het doelpunt dus van Jongman. Dit is een invaller aan de kant van Vitesse. Is het een voorzet? Is het een schot op doel? De bal gaat in ieder geval voorlangs van Daniel. Opgepikt door Corian. En die bal eindigt hier op de lat. Opnieuw invallen Kali Daniel, maar dat levert dan niets op. Zo blijft het toch nog spannend in de slotfase. En komt hier de kans op 4-4. Het is 4-4 via Daniel Esayas. Invaller aan de kant van Barendrecht. De vlag voor buitenspel gaat niet omhoog. En via de keeper scoort Esayas. 4-4. 8 doelpunten op Papendal en een gelijkspel bij Jong Vitesse tegen Barendrecht.